Op het festival tonen we ook een aantal films in een sectie die we noemen Artist on Film. En de sectie naam zegt het zelf, waarin we portretten tonen of documentaires over filmregisseurs, over filmmakers, over acteurs ook. En een van de films in die sectie is Close Encounters with Vilmos Zsigmond. Nu, de misschien zegt die naam u niks, tenzij u zeer veel van Amerikaanse cinematographers kent. Maar Vilmos Zsigmond is een sleutelfiguur in de Amerikaanse cinema van de jaren 70. We weten allemaal dat de jaren 70 voor de Hollywood cinema de laatste periode was van echte grote bloei en van heel veel nieuwe talenten en van heel volwassen cinema en van ontzaglijke kwalitatieve films. En de man die daar zeker in een leidende rol heeft ingespeeld, is die Vilmos Zsigmond. Vilmos Zsigmond is een, de naam suggereerde, is een Hongaar. Hij is, heeft in Hongarije aan de filmschool gestudeerd, een uitstekende filmschool, die eigenlijk heel veel grote cameramensen, die op Bies heeft voortgebracht. En toen de Hongaarse opstand is losgebroken, is hij gevlucht, in 1956, denk ik, is hij gevlucht met een collega van hem, Laszlo Kovacs, om uit te wijken naar de Verenigde Staten. En daar heeft hij dan een grote carrière opgebouwd. De Hongaarse opstand is belangrijk, niet alleen politiek, maar ook omdat hij toen die Hongaarse opstand heeft gefilmd. Dus hij heeft de chaos van wat er toen in, en ook de tragedie die toen Hongarije ten deel viel, dat heeft hij dus op pellicule vastgelegd. Dus iemand die heel snel en heel gewoon was, om ook andere documentaires, om heel snel te reageren en eigenlijk de camera te hanteren, soms als het nodig was, zoals in een documentaire. En dat is ook een van de kwaliteiten die je ziet in een aantal van zijn films. Om een idee te geven van de betekenis en van het werk van Vilmos Zsigmond, noem ik gewoon enkele titels. Hij heeft zowel Heaven's Gate als The Deer Hunter gefotografeerd van Michael Cimino. Hij heeft voor Brian De Palma Obsession en Blowout, daar was hij de DOP voor. En hij heeft dan ook voor Spielberg gewerkt aan de fotografie van Close Encounters of the Third Kind. En zeker niet te vergeten enkele films van Robert Altman, zoals McCabe en Mrs. Miller. Een van de meest merkwaardige films en een van de meest geraffineerde films qua fotografie uit de jaren 70. En ook The Long Goodbye. Om u toch een idee te geven van hoe origineel hij is, bijvoorbeeld in de film van Brian De Palma, Blowout, is een film die zich afspeelt tegenover de achtergrond, is eigenlijk de viering van de 200 jaar Amerika. En de film is eigenlijk een beetje een cynische thriller over een aantal paranoïde samenzweringen in Amerika. En hij heeft daarvoor een kleurpalet gebruikt die volledig refereert naar de Amerikaanse vlag. Dus blauw en rood domineren alle scènes. En als je daar al plet terwijl je de film ziet, valt het toch op welke enorme zorg en ook welke visuele vindingrijkheid dat demonstreert. En voor Altman bijvoorbeeld, The Long Goodbye, is een film waarin de camera nooit stilstaat. Dus de camera beweegt altijd. Zelfs in scènes waarin je denkt dat de camera niet beweegt, is een heel, het zijn heel opvallende zoomshots, maar het is een heel sluipend gevoel van de camera. Dus ook daar in die film heeft hij dus samen met de fotografie een unieke camerastijl ontwikkeld, dat natuurlijk samenvalt met zijn belichting. De film Close Encounters with Vilmos Zsigmond is gemaakt door een Franse regisseur, Pierre Filmon, die ook op de eerste vertoning van deze film op het festival zal aanwezig zijn. Vilmos Zsigmond is intussen overleden, maar die documentaire is, zoals ik zei, een eerbetoon aan een van de sleutelfiguren van de American cinema van de 70s.